Suzanne. Goedemorgen. Miranda. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat staat er in de krant? Dames, goedemorgen. Goedemorgen. We zijn er bijna, we zijn er bijna. Ja. Hebben jullie ook wel eens, dan begin ik weer, jullie hoeven me echt zo'n lamlul, maar omdat ik gisteren dan bij dat geheime optreden van de Monkey Sandwich, oftewel Guus Meeuwis was, dan denk ik ook, nou ja, ik ga dan nog net geen bier drinken, dat kan ik nog steeds niet. Maar ik heb dan wel echt zo heel gay wit wijntje erin gegooid, of zelfs twee. Maar doen jullie dat ook wel eens zo door de week? Ja hoor. Ja. Ja. En jullie hebben daar gewoon geen... Ja, oké. Okay. Ja, ik niet. Nee, heel goed. Oh ja, nee, ik wel. Ja. Ik zal verder geen vragen stellen, Suus, over wat er gisteren gebeurd is. Nee. Ja. Oh god. Oh. Ja, en was het weer raak, ja? Nee, gisteren niet hoor. Gisteren ben ik gewoon net op tijd naar bed gegaan. Tuurlijk. Alleen af en toe dan, maar dat kan ook wel een keer hoor. Naar bed gegaan, ja. Dan voel ik me toch een beetje student, als ik een keer doe. Daar heb je gelijk in. Ja, dat ben ik toch. Ja, zo is het. Suus, wat staat er vandaag in die televraag? Ja, ASO's isoleren in tuigdorpen staat ingegooid op de voorpagina. Want ASO's die moeten worden verbannen naar speciale tuigdorpen. En die moeten dan in wandcontainers worden gezet ver buiten de bewoonde wereld. En daarvoor pleit de PVV bij het kabinet. En Geert Wilders die wil dat er in elke provincie zo'n tuigdorp wordt opgericht. Ja. En hij zegt het ook zo mooi. Van, zet al het schorrimorrie bij elkaar. Ja. En hij zegt ook, als het om minderjarigen gaat, dan moet ook een familie mee. Ja. Ja, dat worden toch echt onwijze teringstukjes van een stad of dorp gewoon. Ja, maar dat kan gewoon toch niet? Nee. Dat is, ja, maar ik zit wel te denken, hoe zero's wil je het hebben? Nou, ik ben Gerry van de Tokkies, ik ben Gerry Raamgaard. Ja, en ik luister nooit naar Giel, want ik vind de grote A zo. De Tokkies! Fuck! Dat is ook zo zero's. Man, hoe zou het met de Tokkies zijn? En wat vinden de Tokkies van dit idee? Daar ben ik dan wel benieuwd naar. Ik vind het een beetje vaag verhaal. Oké, en wat heb je uitgezocht, Miranda? Ik heb geweld tegen deurwaarders, want dat neemt steeds ernstigere vormen aan. En ja, dat moet gaan veranderen, vinden ze. Logisch natuurlijk. Ze willen dat de politie en justitie harder gaat optreden. En ze gaan als experiment krijgen de deurwaarders een cameraatje op hun jasje. Zodat ze de politie kunnen laten zien dat er agressie is. En ja, ze willen ook dat het op een gegeven moment een beetje preventief gaat werken. Dat mensen weten van, ik moet me aardig doen, want ik word vastgelegd. Ja, nou ja, dat ze weten dat als ze losgaan, ja, dat ze weten dat ze op camera staan en dat ze, politie kunnen verwachten. Ja, maar dan zou ik gewoon gelijk met cameraploeg en al komen. Niet zo subtiel met een cameraatje. Gewoon, nee, gewoon gelijk met een bosje bloemen en een cameraploeg. En dan zeggen, zo, wij komen uw huis even leeg halen, want we krijgen nog geld van u. Ah, dat is wel leuk. Kijk hoe dan de sfeer is inderdaad, ja. God. En dan het leuke nieuws voor vandaag, Suus. Ja, ik heb wel vaker dit soort berichten, maar het blijft zo mooi altijd. Het gaat namelijk over de 88-jarige Jan Koelewijn. En hij had twee overvallers in zijn huis. Want er waren ineens twee vrouwen met een smoes bij hem binnengekomen, van middelbare leeftijd. En die zeiden van, ja, we moeten een examenopdracht doen, bla bla bla. En toen waren ze binnen en toen deed een van hun de gordijnen dicht. En de andere die fluisterde in zijn oor van, het ziet er mooi uit, zullen we naar boven gaan? En toen dacht die man van, nou, wat is dit nou? En die is boos geworden. En hij heeft een paar rake knoppen uitgedeeld. Nou, en toen zijn ze er weer vandoor gegaan. Dat is wel een van de eerste mannen die zo reageert, denk ik, bij deze ziekenhuis. Ik denk dat andere bejaarden toch denken, oeh, schatje, meent u dat nou? En dan toch op zijn minst mee naar boven gaan. Want, nou, ik heb al, dit heb ik nog nooit gehoord, Suus. Jij zegt, ik heb dit vaker, maar dit... Nee, maar van overvallers die dan het huis uitgejaagd worden. Ja, dat hebben maar we wel. Maar dit vind ik inderdaad ook gewoon rare manier van overvallen. Met twee middelbare dames die bij een bejaarde man binnenkomen en zeggen, oeh, wat zit je er nog mooi aan? Misschien waren ze wel echt wat, dat lijkt me niet. Dat denk ik niet, nee. En hoe oud was die ouwe dan die ze eruit heeft gewerkt? 88 jaar. 88. Ja, knap hoor. Oh, nou ja, deze week zit ik heel goed in de bejaarden. Ja, dan moet je me even opbellen. Dan moet ik me even opbellen, ja. Ja. Ja, nee, ik krijg toch in één keer weer een flashback naar, hoe heet die nou, Jan.
Jan van 100 jaar. Die... Goedemorgen. Ja, zondagavond. Ik heb het pas later verstaan toen ik het gesprek nog een keer beluisterde. Dat hij goedemorgen zonder zorgen zei. Dat is niet te verstaan. Goedemorgen. Ja, zondagavond. Oké. Wat lief. Ja, echt heel lief, ja. En Miranda, wat is jouw leuke nieuwtje van vandaag? Ik heb tegenovergesteld, ik heb babynieuws. Oké. Want een 26-jarige vrouw uit Dordrecht, die heeft wel heel wat te vertellen aan een pasgeboren dochtertje als ze groot is. Want ja, het meidje, Shelly, geloof ik, die is gisterochtend geboren op een parkeerplaats langs de A15. Oh. En met de hulp van drie enthousiaste agenten, medewerkers van twee ambulances en de bemanning van een traumahelikopter. Is het kindje toch veilig ter wereld gekomen. En ja, een van de agenten die heeft zelfs de navelstreng mogen doorknippen. Ja. Ja. Dat is dan toch... Maar gewoon echt langs de snelweg, joh, hè? Ja, op een parkeerplaats. Oh, gewoon echt bij een tankstation. Bij een tank. Nou, dat verklaart de naam ook wel een beetje dan. Shelly. Oké. Okay. Shelly. Was het een Shell tankstation of nee? Was het een Shell of niet? Ja, het is wel een CH. Oh, oké. Het is wel mooi. Oké. Nou, Shell of niet. Het was een rare naam, joh. Shell of niet. Nou, ik ben Gerry van de Tokkies. Ja. Ik ben Gerry Raamgaard. Ja, en ik luister nooit naar Giel, want ik vind de grote A zo. Het zou echt een dochter van Gerry kunnen zijn. Shell of niet. Ja, ze is bij de Shell of die is ze geboren ook. Ja. Dames, bedankt, tot morgen en goedemorgen. Goedemorgen. Als ik 's morgens wakker word en de radio hier aan. Giel, dat is dan maar ik hoor. Het is tijd om op te staan. Het is 7:10.